De dingen die ik hier op deze eiland al gezien heb, die zijn pornografisch, vulgair en vies. Ik hoor de mensen thuis al. Daar is ze Wat doet die van om daarna weer al? Maar er moet er iemand het oppakken voor die maskers en ik weet van minstens vier vrouwen die alleen al hier in Villa Ayundra worden lastiggevallen door, en ik heb zitten te tellen, minstens acht man. En hier wat verder ook, op Coconut Beach, juist van hetzelfde. Ja, ik ben nu eenmaal de moeder Theresa van die meisjes hier. Ik ga hier nu niet het proces van die Kevin maken, maar er zijn er nog waar we het niet van weten. Oh. En hoe dat hem doet. Alsof dat het allemaal bullshit is. Alsof dat hem niet met die meisjes in de zee is gegaan. Alsof het geen grensoverschrijdend. Alleen, het is gewoon niet waar. Allee mannen, ik ben niet de enige die dat hier daar heeft zeggen. Ze mogen die meisjes hier niet meer behandelen als lustobjecten. Het moet gedaan zijn met die seksuele toespelingen. Bedankt. Zeg mannen. mijn schuur is toch in brand.